Vanaf 4 januari ga ik meer reizen en dus meer naar de radio luisteren. En daar pluk jij de vruchten van. Ik selecteer wekelijks de voor mij meest gedenkwaardige radio- of podcastfragmenten. En op basis daarvan kun jij besluiten of jij de hele aflevering van de desbetreffende gast gaat luisteren. Al hoeft dat niet, want ik heb het allerleukste er al uitgevist immers. Maar als je toch niks beters te doen hebt, dan raad ik jou de gesprekken van harte aan. De links staan hieronder. Je bent vooraf gewaarschuwd, je merkt het nu al, de geluidskwaliteit is niet je van het. Maar, al is deze vergelijking wat gevaarlijk, maar goed, ik ben nu eenmaal dol op gevaarlijke vergelijkingen. Het heeft de romantiek van aandachtig luisteren in je bedje naar een transistorradiootje, terwijl de ramen met kranten zijn beplakt omdat het oorlog is. In deze allereerste aflevering van 2016 heeft Hans Dorrestein het over de grap. A.W. Prins legde uit wat verveling is. Elfie Tromp dacht altijd dat ze niets te vertellen had, maar kwam daarvan terug. En zegt linea recta ja op de vraag of ze ijdel is. Jean-Pierre Gelen, tv-recensent, over het screenen van kandidaten, waaraan natuurlijk niet wordt gevraagd, huilt u lekker op tv? Nee, daar heeft men een andere methode voor. Bram Bakker over het niveau waarop de wetenschap functioneert. En tot slot Botte Jellema en Ipe Driessen over Hitler. En mij hoort u weer bij aflevering 2 een korte introductie geven van een rubriek waarvan de titel mij nu nog niet bekend is. Plus weer nieuwe mensen die hele spraakmakende dingen te zeggen. Maar toen dacht ik van sorry, dit moet zo idioot geweest zijn dat ik dacht, nou dit kan vers van de lever. Is dat dan, dat je er dan een grap of een anekdote van maakt, is dat dan voor jou? Dat je het zelf behapbaar probeert te maken? Of is het omdat je denkt, oh, daar heb ik publiek mee? Nee, dat denk ik ook niet. Geen van tweeën. Ik denk, wat zullen ze lachen? Ik bedoel, dat dat verklaar ik met de hand op mijn hart, een geschenk. Dat is het enige dat ik de wereld te bieden heb. En dat wil ik graag. Je wil de ellende wil je gebruiken? Jouw eigen ellende wil je gebruiken om anderen iets te geven? Het is heel platvloers en ik weet dat de echte literatuur zal erop neerkijken. Maar die dingen, dat vind ik het hoogst bereikbare. Beter kan ik niet. Het is wel grappig, want je houdt er ook van dat het publiek lacht. Hè? Als het publiek niet lacht... Oh man, dan stort ik in. Het gebeurt wel dat het publiek niet lacht. En dan? Nou ja, dat is voor mij een nachtmerrie. Kijk, als ik, dat is weer een hebbelijkheid van mij. Andere collega's hoor ik daar nooit over. Ik denk ook dat dat niet zo is. Als ik een lied nog nooit in het openbaar gezongen heb, als zou het leukste lied zijn met 82 grappen per regel, dan reageert de zaal daar niet op. Als ik het voor het eerst zing. Ik moet eerst 10 keer op mijn bek gegaan zijn met hetzelfde lied. Ik zing het dan, op een dag gaan ze lachen. En ik weet niet waar dat aan ligt. Je kan het thuis 200 keer zingen of 1000 keer, maakt niet uit. Maar dan moet je iedere keer echt door een hel voordat je... Echt waar, want het zweet staat op je kop. Jij zit daar, grappen te maken. Je weet zelf hoe het is op een verjaardagsfeestje of op wat voor feestje ook met familieleden. Mensen die heel dichtbij staan en jij vertelt een grap en niemand lacht. Oh, nou, dan zak je al door de grond en nou, dan moeten er dus 200 man tegenover je zitten. Maar daardoor komt het misschien dat je dan per keer ook... wat onzekerder wordt, dat lekker zo in je intonatie kruipt, waardoor het misschien heel grappig wordt. Dat is een hele slimme. Misschien, ik heb het ook wel eens een keer gemerkt, dat als ik een lied zelf te leuk vond, dat ik dus al genoot bij het idee dat ik het zou brengen, ja, dan kon ik het ook schudden. Dan denkt hij zelf, maar hij vindt zichzelf leuk. Dat moeten we niet hebben. Dostojevski. En van Eliot, daar komen we straks nog wel op, maar eerst Dostojevski. En dat alles is uit verveling, heren. Dit alles uit landerigheid, het niets doen drukte mij. Wat is verveling? Verveling is een toestand waarin je nergens zin in hebt of het leven je niet vervult. Waarin je lamlendig en ellendig voelt. Maar het is geen depressie. Dat is een veelgehoorde denkfout dat... verveling en depressie bij elkaar horen. Depressie is, ja, uiteindelijk denk ik dat iedereen die nu aan een depressie leidt, ja, eigenlijk verveeld is, maar dat is een hele lange discussie wordt dat. Het is in ieder geval de onmacht om vaart in je leven te brengen, om er iets mee te doen. Er is een mooi verhaal van Walter Benjamin.
Er komt een man bij de dokter, beroemde Parijse zenuwarts. En die man zegt, dokter, ik verveel me. Ik heb nergens zin in, niks boeit me. Mijn vrouw boeit me niet meer, mijn werk boeit me niet meer. Alles is in een grijze mist gehuld. Ik weet het gewoon niet meer. Ik verveel me dood. Nou, die arts die onderzoekt die man, die vindt geen ernstige lichamelijke gebreken. En die arts zegt vervolgens tegen hem, weet u wat u nodig hebt? Dat is een verzetje, een beetje afleiding. U moet gewoon iets leuks doen. Ik ben met mijn vrouw vorige week naar de bureau geweest. Dat was een geweldige acteur. En we hebben nog steeds elke dag bij het ontbijt lachen we om zijn grappen. En bij het avondeten praten we over die prachtige voorstelling. Gaat u nu gewoon een keertje naar de bureau toe. En u zult zien dat het leven weer alle glans en kleur terugkrijgt. Waarop de arme patiënt antwoordt, ach dokter, ik ben de bureau. Dus ik denk dat je als schrijver ook verplicht bent om te zoeken naar de essentie van wat je wilt vertellen en welke details je nu echt nodig hebt en welke onnodig kwetsend zijn. En die zou je kunnen veranderen. Ik denk dat ik vooral voor deze werelden heb gekozen. Dat is wel belangrijk om te vermelden, niet alleen omdat ze bijzonder zijn, maar omdat ik lang gebukt ben gegaan onder het idee dat ik niks te vertellen had. Ik had geen moeder die prostituee was. Ik had niet in de gevangenis gezeten. Ik had geen traumatische jeugd. Ik heb geen oorlog meegemaakt. Dus toen dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? En het mooie van het leven vind ik dat iedereen toch wel een eigen gesloten wereld of liefde heeft. En dat de kracht van een roman is dat je in die wereld kan treden, zoals ik bijvoorbeeld de hondenfokkerij heb betreden om een grote verhaal over deze tijd te vertellen. Ben jij zelf ijdel? Ja. Dat zei ik heel snel, hè? Ja, ik ben zeker ijdel. En, dat vind ik echt heel fijn als mensen dat ook van zichzelf weten. Ik vind namelijk een hele interessante eigenschap. Ik zag een interview met jou waarin je jezelf zelfs omschreef als gezond exhibitionistisch. Ja, ik heb ook enorm veel plezier om af te wijken van de norm en mezelf niet per se als succesvol en sexy en geslaagd te presenteren. Maar ook, ik heb heel veel plezier ook om gewoon lelijk, lelijk te zijn. Wat is de... Toevallig van de week een voorbeeld van iets, dat ging heel ver. Iemand die heeft meegewerkt aan zo'n soort programma. En bij het zoeken naar kandidaten en het screenen ervan, ja, dan ga je natuurlijk niet vragen, houdt u lekker op tv? Dan hadden ze anders aangepakt, gingen ze die persoon bellen namens een enquêtebureau. En die enquête ging over gezondheidsproblemen, gewoon heel algemeen. Maar door het stellen van die vragen kregen ze een heel goed beeld hoe die persoon reageert in bepaalde kwesties. En dat was doorslaggevend voor de deelname. Dat was onderzoek, research. Ja, precies. Trok is geweest en maar ook eens heeft geschetst hoe dan tijdens zo'n reality-serie de mensen wel een beetje gepusht worden om nog een flesje rum extra open te trekken en naar het in zwembad te springen, 's nachts om 12 uur. Ja. Wat ik natuurlijk van die makers uit best een beetje snap, maar ik zag er vooral in bevestigd van ja, nergens is de werkelijkheid zo ver weg als in reality. De baas of deze specifieke collega, die zette gewoon in zijn rapport. Nou, dat kan met die pillen niks te maken hebben, want dat heb ik nog nooit gezien. Ja, dus op dat niveau speelt de wetenschap in mijn vak zich dan af. Als je het dan nooit gezien hebt, dan bestaat het niet. Ja, dat is natuurlijk treurig en triest. Er is gewoon heel veel literatuur van gruwelijke gebeurtenissen onder invloed van medicatie. Als je die high school shootings in de Verenigde Staten... Check het maar, je kan het online allemaal terugvinden. Het zijn allemaal mensen die psychofarmaca gebruiken. Het zijn allemaal mensen met complexe psychiatrische geschiedenissen. De meeste worden overigens nooit gevaarlijk daardoor. Maar in combinatie met dit soort pillen kunnen er gruwelijke ongelukken gebeuren. Zij het niet zei. Ik heb ook een keer, ik was ooit geabonneerd op The Time en was er een cover met Hitler erop en The Ultimate Evil of zo stond er. Ja. En het hele artikel was er, en toen was er een ingezonden brief daarna van dat ze daarmee de slechte dienst bewezen aan, weet ik veel, de wereld. Omdat ze net, ja, dat ze dat echt een soort journalistiek deden. En ze moeten niet vergeten dat het gewoon een mens was en dat hij ook niet in zijn eentje was. Maar op de een manier heeft hij wel echt een soort, het is bijna mystiek aura of zo, lijkt het van,
dat dat nog steeds zulke gevoelens op. Dat vind ik heel erg gek en dat is een beetje... Het zou heel gezond zijn. Dit is waarschijnlijk ook, wij zijn ongetwijfeld niet de eerste die dit bedenken, maar het zou gezond zijn om dat te demystificeren. Ja, maar dus ik vind met die poster, dus met die film en het boek van is de Berg dat nou die demystificatie demystificeert dat? Of mystificeert dat? Ik vind het ook een beetje vervelend eigenlijk dat die dingen zo de straat hangen en zo. En dan moet je met die haarlok en dat snorretje. Ja. Maar dat is, dan reageer ik eigenlijk misschien op diezelfde manier. In a way.